strijd om Kandahar gaat volop door. En is Bin Laden nou gevlucht of niet? Aardstaartjes houdt Sinterklaas voor gezien. De nieuwe lijsttrekker van D66, Tom de Graaf, haalt meteen uit naar Leefbaar Nederland en minister Pronk. Goedenavond, de achtergronden van het nieuws in Nova. Is Osama Bin Laden Afghanistan ontvlucht of niet? De berichten spreken elkaar tegen. Evenmin is duidelijk wie het Taliban-bolwerk Kandahar in handen heeft. Maar dat over de toekomst van Afghanistan wordt gesproken, dat is zeker. De leiders van de zuidelijke stammen die ontmoeten elkaar vandaag voor overleg. En oud-president Rabbani meldde zich na jaren van ballingschap alvast weer in Kabul. Nu de Taliban in het defensief is gedrongen, denken de stammen in Afghanistan weer na over een toekomstige regering. En niet alleen zij, ook de Verenigde Naties beraden zich op de mogelijkheden. One was that of an all-Afghan force, which would be the preferred option to keep peace and security throughout Afghanistan. At this stage, it's probably rather unlikely. Onwaarschijnlijk misschien, maar niet voor de voormalige Afghaanse president Rabbani. Die keert vandaag terug naar Kabul, waar hij in 1996 door de Taliban uit werd verdreven. Rabbani en de Noordelijke Alliantie beschouwen zich nog steeds als de wettige leiders van Afghanistan. One issue is that the Islamic State of Afghanistan is the recognized government by the United Nations. We have the seat in the United Nations and so on and so forth. De Noordelijke Alliantie richt zich niet tegen andere Afghaanse stammen, maar tegen buitenlanders die zich in Afghanistan hebben gevestigd. Ook al is het maar tijdelijk. Britse elite-eenheden hebben zich verschanst op het vliegveld bij Kabul. De Noordelijke Alliantie wil ze er weer zo snel mogelijk weg hebben. It's not a good news for us that the British soldier came to Afghanistan. Because we have a lot of soldiers in Afghanistan. And all of our soldiers ready to beat Osama bin Laden, to capture him and also to destroy him. Quite confident that very soon the United Nations will be able to get all the Afghan groups together to discuss the future of their country and quickly have a broad-based multi-ethnic dispensation, even for the interim government, in place quickly. The international community is also giving full support to the United Nations to achieve that objective. And the indications that we have is that the Afghan, different Afghan groups also are very keen that the past mistakes would be avoided this time. So we hope, I mean, I express this hope certainly with optimism. Onduidelijkheid is er over het lot van Osama Bin Laden. De Taliban meldt vanavond eerst dat hij het land uit is, maar dat wordt later weer ontkend. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt ervan uit te gaan dat hij nog in Afghanistan is. Misschien in het Taliban-bolwerk Kandahar, waar nog steeds wordt gevochten. De Arabische zender Al Jazeera meldt dat de Taliban in Kandahar zich willen overgeven aan zuidelijke Pashtun-stammen. فقوات طالبان التي كانت تحتمي بالمدينة تلقت أوامر من لدن الملا محمد عمر قائد الحركة بالانسحاب منها والاستعاضة عنها بقمم الجبال حركة طالبان قالت إن الإخلاء لن يستغرق أكثر من 24 ساعة لكن ذلك الانسحاب قد لا يكون على ما يتمناه تحالف الشمال أو القوات الأمريكية فطالبان تقوم بهذه العملية لصالح قبائل البشتون الجنوبية حيث اتفقت مع اثنين من قياديهم على ذلك التسليم الطوعي وحيث تنتمي الأغلبية الساحقة من قاطني قندهار إلى قبائل البشتون. Als de Pashtun Kandahar daadwerkelijk hebben ingenomen, zijn oude verhoudingen in Afghanistan weer hersteld. De Noordelijke Alliantie heerst in het noorden, de Pashtun in het zuiden. En in Kabul is VRT-collega Rudy Franks. En eerder vanavond vroeg ik hem hoe het straatbeeld van Kabul er op dit moment uitziet.
Wel, op dit ogenblik is alles erg rustig. Toen we hier toekwamen in de loop van de namiddag in Kabul, was er in de armere wijken van de stad nog heel wat volk op straat. Maar in de betere buitenwijken van de stad, waar er heel wat huizen staan, landhuizen, daar, die was ontruimd, de winkels daar waren dicht. Dat zijn de mensen, zowat een kwart van de stad, die omwille van de bombardementen weggevlucht zijn. Nu, wat er wel is dat je veel mensen met wapens, veel mensen met kalasjnikovs, met granaatwerpers op straat ziet, heel wat patrouilles. Vooral ook omdat er een veiligheidsprobleem is blijkbaar in Kabul op dit ogenblik. Er zijn heel wat schurken, zullen we ze maar noemen, die zich onder de mujahideen gemengd hebben en die dan huizen gaan plunderen die leeg staan. Het leger probeert er alles aan te doen van de Noordelijke Alliantie om dat tegen te houden, maar blijkbaar zitten ze toch met een probleem hier. Maar ziet het er ook uit als een bevrijde stad? Spelende kinderen, vrouwen zonder burka? Wel, om eerlijk te zijn, het ziet er wel uit als een bevrijde stad. In die zin dat de mensen opgelucht zijn. Maar vrouwen zonder burka, ik heb er echt op gelet en ik heb er maar eentje gezien. De meesten droegen nog een burka buiten. Ik vermoed dat nog altijd gewoonte en traditie blijft. Wat is het te zien van de bombardementen van de afgelopen weken? Wel, ook daar hebben we heel speciaal op gelet. En ook in Jalalabad, de stad in het oosten waar ik net vandaan kom. En het valt mij toch op dat de schade van de nieuwe bombardementen van de laatste maand vooral toch op militaire basis is of kampen van Al-Qaeda, van de terroristenopleidingskampen. En dat de echte stad zelf, de bewoonde delen van de stad, tamelijk goed gespaard zijn gebleven. Er is altijd sprake van collateral damage en dat is ook gebeurd. Maar in grote mate zijn het toch de militaire kampen die getroffen zijn. De grote schade hier in Kabul dateert nog, en er is veel schade, die grote schade die dateert nog vanuit de burgeroorlog in de jaren 90. Ja. En er is de afgelopen weken veel gesproken over de voedselsituatie. Is daar iets over te zeggen hoe het nu is voor de mensen daar? Wel, in het centrum van de stad, ook in de armere wijken waar de markten en de bazaars zijn, daar ligt veel voedsel. Er zijn veel kolen op dit ogenblik te krijgen, wortelen, tomaten, aardappelen, eieren. Maar het probleem is dat heel wat arme mensen gewoon geen geld hebben om dat te kopen. En zij blijven afhankelijk van de bakkerijen die opgestart zijn door het Wereldvoedselprogramma die meel en tarwe levert hier in Kabul. De oud-president Rabbani is vandaag teruggekeerd in Kabul na 5 jaar ballingschap, zou je kunnen zeggen. Hoe is hij eigenlijk ontvangen? Wel ja, hij is natuurlijk de leider van de Noordelijke Alliantie in naam en hij is met de nodige eer ontvangen natuurlijk. Hij heeft wel vooral, en dat is het belangrijkste van zijn bezoek, hij heeft een boodschap van verzoening gebracht. Hij wil een brede regering tot stand brengen, maar toch wordt het tot in zekere zin op wantrouwen onthaald op een deel van de bevolking hier in Kabul. Want net Rabbani was de man die zich in de jaren 90 heeft vastgeklampt aan de macht, waarna die bloedige burgeroorlog ontstaan is, toen Kabul in puin is geschoten. Dus er blijft toch wel heel wat wantrouwen bestaan tegenover de leiders van de Noordelijke Alliantie. Ze zijn blij dat ze bevrijd zijn van het juk van de Taliban. Aan de andere kant vrezen ze voor anarchie en hopen ze toch wel dat het Westen zijn rol zal blijven spelen, met name de Britten en Amerikanen. Ja, dan is het bericht opmerkelijk over de Britse mariniers die dus gisteren in Kabul zijn aangekomen. En de Noordelijke Alliantie wil dat ze eigenlijk weer weggaan. Wat is daarover te zeggen? Wel, die Britten zijn hier toegekomen zonder toestemming of overleg met de Noordelijke Alliantie blijkbaar. Dat heeft wat kwaad bloed gezet. En zij vinden dat het grootste deel van die Britse troepen moet vertrekken. Dat ze mogen hier blijven, degenen die hier blijven, om humanitaire acties op te zetten, maar niet om het veiligheidsprobleem op te lossen natuurlijk. Het laatste nieuws dat ik hiervan gehoord heb, is dat zij op dit ogenblik verplicht zijn om op de Bagram-basis ten noorden van Kabul te blijven. Nu, ik vermoed dat de Noordelijke Alliantie eigenlijk graag de controle over Kabul wil houden, omdat op die manier natuurlijk politiek hun zeg te kunnen doen. Want in Afghanistan is de macht altijd uit de loop van het geweer gekomen. Ja, we hebben gezien dat Radio Afghanistan weer in de lucht zou zijn. Hoe worden de mensen geïnformeerd over de toestand op dit moment in het land? Wel, via Radio Afghanistan natuurlijk ook. Maar dan toch, de meeste mensen hebben meer vertrouwen in de BBC World Service die in Pashtun uitzendt en in Urdu uitzendt en in de Derry van hier ter plekke. De meeste mensen hebben toch het meest vertrouwen al jarenlang in die buitenlandse uitzendingen. Rudy Franks, dankjewel. Willem Vogelsang is historicus aan de Universiteit van Leiden, maar bovenal kenner van Afghanistan. En daarom is u vooral hier. Goedenavond. Goedenavond. De inname van Kandahar, we hebben het van de week over gehad. U zei toen, het zal binnen een paar dagen zover zijn. Het is toch niet zo snel gegaan als u dacht? Nee, precies. Je kunt het helemaal goed voorspellen. Nee. Het is wel zo dat al een kleine week wordt er onderhandeld rondom Kandahar. Hè? De stad is al een tijdje omsingeld door lokale Pashtun-stammen. En er zijn al een tijdje onderhandelingen bezig van hoe de stad dan zich, hoe de Taliban zich kunnen overgeven in maar Kandahar. Wie onderhandelt met wie? Hoe moet ik me dat lokale voorstellen? Lokale leiders.
Ongeveer een week geleden is er een grote vergadering geweest in Quetta. Dat is een Pakistanse stad vlakbij Kandahar. En daar hebben lokale Pashtun-leiders met elkaar gesproken van... Ja, hoe kunnen wij als Pashtun greep krijgen op Zuid-Afghanistan... zonder eigenlijk dat de Noordelijke Alliantie daar te pas bij moet komen. Mm-hmm. En kort daarop is er ook een kleine legermacht naar Kandahar toegestuurd. Heeft gedeeltelijk naar de stad omsingeld. Ze hebben het vliegveld ingenomen. En samen met andere lokale Pashtun-leiders is de stad omsingeld. Maar wordt dan de stad verdeeld? Of hoe gaan ze dat dan doen? Nee, ik denk dat dat zich moet uitkristalliseren. Er wordt zeker gezocht naar een oplossing dat toch iemand naar voren moet komen die de leiding neemt van die Pashtun daar. Maar is het loven en bieden of... Ach, wie heeft het meeste prestige? Hmm. Het zal, kijk, een grote speler is Hamid Karzai, die ten noorden van Kandahar werkt. Hij is een hele belangrijke traditionele leider. En ik denk dat hij binnenkort wel naar voren geschoven zal worden. Ja, en de Taliban die zit ertussen en die wacht rustig af? Of? Ja, kijk, die kunnen geen kant op. Hmm. Dus ze kunnen wel heel dapper door de straten van Kandahar lopen met hun geweren. Maar ze weten dat ze omsingeld zijn. Ja. Nou zijn die leiders, die Pashtun-leiders, ook vrij lenig in hun opvattingen. Ik bedoel, de ene dag staan ze hier en de volgende dag daar. Ja, dat lijkt zo natuurlijk vanuit ons westerse, ons Nederlandse beeld. Hè. We moeten bedenken dat Afghanistan, de Afghaanse bevolking en zeker de Pashtun zijn erg... opgedeeld in kleine groepen. Men is altijd bang geweest voor het centraal gezag. Want het centraal gezag wilde alleen maar geld hebben. Belasting of ze kwamen om een jonge man op te halen voor het leger. Dus het is een grote afkeer van centraal gezag. Men is daar bang voor. Dus men heeft zich traditioneel heel in dorpjes en in valleien georganiseerd. En zo'n vallei of zo'n dorp krijgt een leider. Hè, die komt naar voren als een dapper man met charisma. Die kan mensen aanvoeren. En zo'n leider gaat dan kijken van hoe kan ik de belangen van mijn groepje het beste behartigen. En of hij ze dan moet aansluiten bij de Taliban of bij de Marxisten of bij Jehovah-getuigen, dat maakt niet uit. Als hij maar zeker weet dat de belangen van zijn groepje het best verdedigd worden. En één van hen moet dus zeg maar de leider van Kandahar worden. Ja, en hoe belangrijk is dat eigenlijk dat het snel gebeurt? Nou ja, kijk, er moet een regering komen in Kabul. En de Noordelijke Alliantie die heeft nu Kabul in handen. Heeft eigenlijk het grootste gedeelte van Afghanistan nu in handen. Ze hebben zich toch wat voorzichtig opgesteld ten aanzien van Kandahar. Hè. Dat hebben ze toch een beetje aan de Pashtun gelaten voorlopig. En Rabbani, hè, de leider van de Noordelijke Alliantie, die weet ook heel goed dat hij kan nooit Afghanistan besturen zonder de Pashtun. Dus er moet een soort samenwerking komen met de Pashtun. Dat is toch het grootste volk van Afghanistan. En hij en de Amerikanen en de Pakistanen zoeken naar leiders van de Pashtun die naar voren moeten komen om leiding te nemen van het Pashtun-volk, die ook gerespecteerd worden door de Pashtun. En ja, daar is het zoeken naar. Ja, dus het is maar de vraag of het waar is, wat er ook gezegd wordt, dat er nog van die zware gevechten plaatsvinden. Het is meer afwachten van hoe het nu verder gaat. Ja, dat is mijn inschatting. Maar goed, ik loop daar niet rond. Ik weet het niet. Maar ik denk niet dat er nou zo verschrikkelijk veel gevochten wordt aan het Kandahar. Nee. Goed, Rabbani is terug. U zei het al. Dat was helemaal niet zijn bedoeling. Hè? Want tenminste, dat was het bericht van de week. Ik wacht een paar maanden totdat de toestand een beetje duidelijk is. En nu is hij er opeens toch. Waarom? Nou, kijk, hij heeft altijd volgehouden dat hij niet de leiding van Afghanistan op zich wil nemen. En een intocht in Kabul, ja, dat is toch de symboliek van het terugkomen als president in Kabul. Ja. En dat zou ik kwaad bloed zetten onder de Pashtun. En ik denk dat hij heel bewust zich een beetje afzijdig heeft gehouden. Hij is nu wel terug en mijn inschatting is dat hij toch teruggekomen is om ook met vertegenwoordigers van de Verenigde Naties te gaan onderhandelen van hoe gaan we nu verder. Ja, intussen zijn die Britten dus niet welkom. Rudy Franks zei het al, die Afghanen willen dat een beetje zelf in de hand houden. Maar dreigt dan niet de situatie dat Afghanistan terugvalt naar een positie van voor de Taliban van 5 jaar geleden? Nou ja, die situatie zou kunnen ontstaan als het Westen, Amerika, Engeland zich echt helemaal hun handen zouden aftrekken van Afghanistan. Ik denk dat Rabbani en de Afghanen ook wel inschatten dat het niet gaat gebeuren. En ze weten dat er binnen een paar dagen toch onderhandelingen moeten komen van wie gaat de regering vormen. En ik denk ook dat Rabbani probeert zoveel mogelijk macht te verzamelen voordat die onderhandelingen plaatsvinden. Ja. Dus in feite doen die Britten daar helemaal niks, maar die houden de boel een beetje in de gaten. Die laten merken we zijn er. Ik denk het wel, ja. En ja, als er verkeerde dingen gebeuren, dan kunnen ze toch eventueel nog ingrijpen. Nou, wat dan bijvoorbeeld? Nou, als er toch, een andere groep in Afghanistan, de Hazaras, er waren laatst berichten dat ze ook weer een kleine troepenmacht richting Kabul sturen. Nou ja, dat zou weer een hoop heibel geven. Dus ik kan me voorstellen dat ook de Britten proberen om de zaak toch een klein beetje te modereren. Toch een klein beetje te controleren, hè, van wat er gaat gebeuren. Ja, want ook andere belangrijke leiders uit andere steden zijn tot nu toe daar gebleven. Komen niet naar Kabul. Nee, het is opvallend dat bijvoorbeeld de leider van de Oezbeken, Dostum, die blijft toch naar het schijnt rond Mazar-i-Sharif zitten. Ja. U houdt dat land heel erg goed in de gaten. Bent u nou optimistisch over de komende tijd? Nou, ik vind, maar dat is niet zozeer als wetenschapper, maar meer als, ik ben nogal betrokken bij Afghanistan. Al nou, als betrokkenen dan. Bent u als betrokkenen optimistisch? Ik moet optimistisch wezen. Dat moet je ook blijven, want ja, anders dan...
en dan gebeurt er niks. En ja, ik ben toch redelijk optimistisch dat ook dat als het Westen zich blijft bemoeien met Afghanistan, misschien een beetje met een afstand, maar toch met wat geld, met wat druk, ja, dat er toch een regering moet komen in Kabul, dat we langzamerhand het land weer kunnen opbouwen. Ja, Wim Valsang, hartelijk dank voor uw toelichting. Goedenavond. Dan de Nederlandse politiek. D66 koos vanmiddag in Rotterdam een nieuwe lijsttrekker. Na Els Borst mag bij de komende verkiezingen Tom de Graaf het gaan proberen. En die liet er geen gras over groeien, want hij haalde meteen flink uit naar Leefbaar Nederland en naar minister Pronk. Kijk dan naar een verslag van NOS-collega's Wauke van Schermburg en Heidi Wulfsen. Tom de Graaf, met overweldigende meerderheid gekozen tot lijsttrekker. De Graaf kiest in zijn speech voor de aanval op Wim Fortuyn van Leefbaar Nederland. Er komen gelukszoekers aan die nu oproepen tot een koude oorlog tegen de islam. Ze willen in één moeite door de grenzen sluiten als er maar één vluchteling meer komt dan een kwotum van 10.000. Mensen die als vis worden behandeld. En iedereen staat er gefascineerd bij te kijken, want dat is nog eens nieuw en dat is nog eens fris in de politiek. Nou, nieuw is het niet en fris al helemaal niet. Het exporteert op een goedkope manier angst. Ik heb niks tegen een nieuwe partij, laat er geen misverstand over bestaan, een nieuwe partij die de gevestigde orde aan wil pakken. We hebben zo onze eigen geschiedenis op dat punt. Maar dan open, en dan in debat, en dan met kracht van argumenten. En Jan Pronk, die gisteren afstand nam van het kabinetsstandpunt over de bombardementen, wordt evenmin gespaard. Minister Pronk heeft ook twijfels, bleek gisteravond. Nou, ik misgun niemand zijn diepe zielenroerselen, maar openlijk afstand nemen van het kabinetsbeleid, dat kan niet. Als dat zo blijft, is er gewoon maar één weg en dat is de uitgang. Het kan niet anders. Staatsrechtelijk geldt dat het kabinet met één mond spreekt en het staatsrecht is ook voor de heer Pronk geschreven. En dan laat na bijna 8 jaar ook D66 paars los. De partij kiest voor zichzelf. Omdat ik vind dat, en oprecht vind, dat de democratie gebaat is bij reële alternatieven in plaats van partijen die zich niet hoeven te bekommeren of ze wel meedoen, maar alleen over wie op welke post komt. Tegen de vanzelfsprekendheid van de macht, voor een echte keuze. Dat is D66. En we spreken hier dus als een edict van Rotterdam af dat we in de komende maanden niet meer over paars gaan hebben. We gaan het over D66 hebben. Over een sterk D66. Nou, we beginnen wel, meneer Graaf. Geweldig, het applaus. Maar rustig door, hè. Geweldig, dit applaus voor de lijsttrekker. Het is toch natuurlijk een ontlading. We hebben een half jaar voor de boeg. We komen van ver. Maar we zien het de afgelopen weken al. Het is een uphill fight, maar we gaan omhoog. En wat dat betreft zijn wij een beetje de comeback kit van Nederland. En dat zullen we ook de kiezers bewijzen. Voor we het daarover gaan hebben, nog even twee dingen uit uw speech. Ja. U haalde fel uit naar Jan Pronk. Ergert u zo'n houding van de minister? Ja, ik vind dat het dus niet kan. Het staatsrecht is ook voor Jan Pronk geschreven. Ik heb niks tegen dat mensen in hun eigen kring in de ministerraad discussiëren, twijfels hebben, maar naar buiten toe is er één kabinetsbeleid. En dit ondergraaft de positie van het kabinet en van de minister-president. Maar hij heeft vandaag wel alweer gezegd... Jongens. Ja. Hij heeft vandaag wel alweer gezegd, ik steun het kabinet hierin. Ja, maar je kunt niet het een doen en het andere doen. Je kunt niet zeggen, ik ben tegen de bombardementen, maar ik steun het kabinet. Nee, dan moet je je mond dicht houden als het over die bombardementen gaat. En dan moet je zeggen, de woordvoerders zijn Van Aartsen, de Graaf en de minister-president. Zo hoort het. En dat hoort niet alleen voor andere ministers. Dat hoort ook voor meneer Pronk. We hebben hier geen burgemeesters in oorlogstijd. En de tweede persoon die we hier uithaalden was naar de heer Fortuyn.
toch blijkt vanmorgen bijvoorbeeld uit de Volkskrant, veel mensen, ook hoge opgeleiden, waarderen dit duidelijk geluid. Wat betekent dat voor D66? Duidelijker worden of anders gaan handelen? Wij hebben duidelijke geluiden en ook wat mij betreft duidelijke geluiden over wat wij vinden van integratie, wat wij vinden van asielbeleid. Maar ook wat we vinden van de opmerkingen en de gedachten van meneer Fortuyn. Laat hij dan maar eens in debat gaan in plaats van dat te weigeren. Want zoals ik zei, het is laf of hotel of beide, maar het deugt in ieder geval niet. Maar u bent er niet van geschrokken dat zoveel 10 zetels zaten op dit moment in de peilingen, omdat het zo fris helder geluid. Dus u bent niet gaan denken, misschien moeten wij ons aanpassen? Ik denk dat iedereen wel gevoelig is voor nieuwe dingen in de politiek, maar dat als er uiteindelijk bij de verkiezing op aankomt, mensen gewoon goed nadenken. En dan zullen ze hun keuze bepalen en ik ben nergens bang voor. D66 gaat gewoon zijn eigen campagne voeren, ongeacht of meneer Fortuyn er is of wie dan ook. En haalt u ook 10 zetels straks in mei? Natuurlijk. Natuurlijk? Minimaal. Het is nu nog maar 8 hoor. Minimaal. Als we elke week een zeteltje omhoog gaan zoals nu, dan komen we heel hoog uit. En al even, Rosie van Boksel heeft al eerder gezegd, komen we niet aan die 10 zetels, dan moeten we gewoon de oppositie ingaan. Deelt u die mening? Ik vind dat je daar pas een zinnig oordeel over kunt geven als de verkiezingen zijn geweest en je weet hoe alle partijen hebben gescoord, hoe D66 heeft gescoord. En dan zien we wel verder. Wij gaan niet campagne voeren om in de regering te gaan zitten. Wij gaan campagne voeren voor een sterk D66, omdat wij ideeën hebben om Nederland op een aantal punten te veranderen. Daar willen kiezers voor hebben. Niet voor de vraag met wie we dan vervolgens wat in welke regering gaan doen. Dat zien we dan wel. Ja, maar als je nou ziet hoe D66 toch enorm achteruit gekacheld is, juist door regeringsdeelname, kan ik me voorstellen dat u zegt, nou met maar een paar zetels, dan doen we het niet, dan gaan we weer groeien in de oppositie. U heeft fantastische fantasieën die ik niet deel. Want fantasieën? Het lijkt me ook reëel. Mij lijkt het niet reëel dat we bij de verkiezingen slechts kunnen scoren. Daar hebben we een half jaar de tijd voor. En zoals ik zei, het is uphill. Dat zien we ook in de peilingen. Dus er is nog veel van ons te verwachten. En dan spreken we elkaar weer nader na de verkiezingen. En nu lekker feesten? En nou absoluut lekker feesten. Ik heb nou dringend een biertje nodig. Eerst aan het bier, maar dan is er toch werk aan de winkel voor de nieuwe lijsttrekker. Want Nova's politieke barometer, u hoorde het al, wijst uit dat D66 bij de verkiezingen nu 8 zetels zou krijgen. En dat zijn er 6 minder als bij de laatste verkiezingen. Hij houdt er na 40 jaar een beetje mee op. Aart Staartjes, de peetvader van de Nederlandse jeugdtelevisie. De stratenmaker op Zeeshow, J.J. de Bom, Sesamstraat, Het Klokhuis. En al 20 jaar loodst hij Sinterklaas ons land binnen. Vandaag deed hij dat voor het laatst. Hij is aan het afbouwen. Alleen als meneer Aart zal hij nog in Sesamstraat verschijnen. Maar verder is het mooi geweest. Marcel Goedhart en Aletta Oosten portretteren de man die ervoor zorgde dat we de jeugdtelevisie serieus gingen nemen. Ja, een hoop mensen zeg. En het is... Nou, nog 3 kwartier. Het loopt goed vol. En geeft het een speciaal gevoel de laatste keer? Nee, de laatste keer niet zo. Maar het is altijd een speciaal gevoel als er zoveel mensen op de been zijn. Ja. Je moet die mensen niet teleurstellen natuurlijk. Wat doet hij precies zo goed? Ik kan zo... Leuk doen? Nee, soms. Soms dan doet hij heel gek en zo en dat vind ik leuk. Wat doet hij dan? Nou, dan gaat hij dan zegt hij... Ik zie Sinterklaas nog niet en dan zien wij Sinterklaas al wel. Aart, we hebben een taart weer meegenomen. Aartje. Foto. We hebben een fototaart. Oh, wat mooi. Waar ben je, Aart? Hier zit je aan. Doe je de best voor de laatste keer? Ja, doe dat nog. Eén keer goed je best. Eén keer goed je best. Hè? Ja, hè? Hey, zonder Aart geen Boudewaard. Aartje, bedankt. Aartje, bedankt. Aartje, 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 bedankt. Kind uit! Jij is je kopdom! Eindexamen van toneelschool te Amsterdam. Hé, Dory, kiezen! Weeg de titels. Het kind huilt. Oh, ja, ja. Nood kan je uitkijken! Van Ko! Van wie? Ko, Jellebo! Aart is een heel talentvolle acteur die altijd keihard werkt en zijn teksten perfect kent en altijd even enthousiast overal mee aan het werk gaat.
Het is er morgen. Oh, Jasses, je bent jarig. Nou, waarom Jasses? Me niks te beroerd om je wat te geven, maar ik heb niks. Ach, dat hindert toch niet? Ja, dat hindert wel. Oh, wat erg zeg. Ik wil af! Wat erg is dit. Dat gemaakte spraakje ook. Echt toneelschoolpraatje. Komt die opvoeding. Wij thuis deden er nooit wat aan. Het is een man die een hekel heeft aan pretenties, kapsones en dergelijke. Als het artistiekerig wordt, dan haakt hij meteen af. Met deze eindexamenfilm, nu 40 jaar geleden, begint een lange televisiecarrière van aardstaartjes. Het acteren is voor hem een manier om te overleven. Ik heb last van grote somberheid. Ik ben een tijd ook heel erg depressief geweest. En zwartgalligheid, isegrim ben ik. En ik heb de neiging om heel erg in mezelf te keren. En acteren, dat dwingt je om extrovert te worden. Je moet openbaar zijn, je moet het laten zien. En je moet ook met je somberheid grappen kunnen maken. Dat is het eigenlijk wel. En die somberheid wordt er ook minder van? Draaglijk. Aardstaartjes echte doorbraak is in 1967 met de Bijbelserie Woord voor Woord. Schrijver Karel Eijkman ontdekte hem en haalde Staartjes binnen bij toen nog de Icor. Bij de Icor hadden ze ook zoiets van: we moeten nou eens een keer iets anders doen. En niet een lieve, brave, vrome zondagsschooljuffrouw. En of ik iemand wist. Dat van zijn Joodse vrienden de een na de ander zei van: kom, ik geloof dat ik maar weer eens eventjes op ga stappen en zo. Dat was toen iets heel nieuws. Christenen uit Jeruzalem, al op de hoek. Dat is een gewone jongen. Toen ging zelfs lange haar, spijkerbroek. Zomaar die deftige Bijbel ging vertellen. En dat was precies wat we wilden. Gelooft u eigenlijk in God? Nee. Nee, maar ze hebben me nooit laten evangeliseren. Dat heeft Karel heel goed voor gezorgd. Hij zegt: je bent geen dominee, je vertelt de verhalen. Dat is het. Ik was een geïnteresseerde buitenstaander. Mag ik de volgende keer je bikini vasthouden? Hè? Toen ik net die verhalen deed, deed ik ook mee in een film. Daar kwam nogal veel bloot in voor. En het was toen in die tijd, werd dat ook een seksfilm genoemd. Ibiza, Zon en Zonde heette die. Nou, toen waren de rapen gaar natuurlijk, want die draaiden in de Cinéma Parisien. Nou, het is een hele keurige film. Als je nu terugziet, dan denk je, ja, dat zit ook in goede tijden, slechte tijden. Verder gaat het niet. Maar toen was dat, oh. En dan ook nog eens een keer voor de Icon. Niet te geloven. Christelijk Nederland spreekt er schande van. Maar de Icor blijft achter Staartje staan. En woord voor woord is nog jaren op tv te zien. Sinterklaas! Sinterklaas! Hallo Sinterklaas! Ik ben zo blij dat u er bent! Aard, ja, ben ja, je Sinterklaas. Daar? Sinterklaas! De steile klim, zeg. Welkom! Sinterklaas! Ah, jongen, dat je er bent. Een kusje? Nog een kusje? Ja, mag er nog een? Oeh, dat is traditie. Sinterklaas, welkom. En ik ben blij dat u er bent. Ik snap er helemaal niks meer van. Oh nee. Nee, dat loopt allemaal door elkaar, maar goed. Ik heb geen idee. 1972. Staartjes begint met Wieteke van Dort en Joost Prinsen, de stratenmaker op C-show. Een vernieuwend, controversieel jeugdprogramma. De Telegraaf noemt het een verderfelijke serie. Het leert kinderen alleen maar vieze woorden. Ik geloof wel dat wij met de stratenmaker op C-show een trend begonnen zijn van hele goede, integere kindertelevisie. Het werd met heel veel liefde en aandacht gemaakt en heel serieus waren we. Niet zo onbeleefd tegen je vader, hè, kind? Oh, er vallen de klappen, hoor! Waar hebben jullie het nou over? In de overmoedigheid durfden we het een en ander. Dus ja, dan kreeg je echt hele leuke dingen als... hoe heet het? De deftige dame die dan aan Erik Engert
vroeg, laat jij de jouwe zien, dan laat ik de mijne zien. En Erik, nee! Rende niet weg. Nou ja, dat is natuurlijk heerlijk. Dat is voor kinderen zo bevrijdend als je dat kan spelen op televisie. Wat toen nog een beetje toch keuriger medium was dan nu. Ook de opvolger van de Stratenmaker op Zee-show, J.J. de Bon, wordt een groot succes. En hier, ik durf niet met mijn meisje te neulen. Nou, maar stel je voor dat hij wel met zijn meisje durfde te neulen. Dat zou pas echt erg zijn. En al die vieze woorden als kutlulneuk. Ik zou dat toch nooit durven zeggen, kutlulneuk, nooit. Hoe komen ze aan die woorden? Kun je het niet hoor. Bij de jongste generatie is Staartjes vooral bekend als meneer Aard. Zijn alter ego in Sesamstraat. Lawaai zeg! Nee, hè? Nou, dit is gewoon leuk. Dit is gewoon leuk. Het dwars door sferen heen baggeren, dat is leuk. Ik vind dat goed. Ik kan nog zo mooi schrijven, maar hij weet er iets aan toe te voegen, waardoor het opeens veel meer doet dan ik zelf had vermoed in die teksten. Ah, is heel wat anders. Kijk, hier zet je gewoon een koers uit, dan ga je ze dutten. Maar in een autorijden, ja, dan wordt iedere bocht en ieder afslag nauwkeurig aangegeven. Hij heeft zoveel impulsen gegeven. Ja, dat kan je echt zeggen. Het is echt een vader van de jeugdtelevisie. Dit is professor Fitz Alsvanouds van de Universiteit van Harderwijk. Een buitengewoon goedenavond gewenst. Staartjes is nu 63. Hij gaat het rustiger aandoen. Klokkenhuis houdt hij voor gezien, maar hij blijft voor Sesamstraat werken. De jeugdtelevisie is tot zijn grote genoegen volwassen geworden. Er is een grote groep mensen die zich er serieus mee bezighouden. We krijgen serieuze budgetten, wat al een wonder is. En een serieuze plaats. Nog niet zo lang geleden moesten we weg. Nog niet zo lang geleden zei Marcel van Dam, kinderprogramma's vindt het prima als ik er geen last van heb. En dat betekent voor 6 uur uitzenden. Dat zou die niet meer voor elkaar krijgen nu. Dat gebeurt niet. En daar gaat hij. Allemaal je schoen zitten. En kijk, de zwarte pieten staan al te springen om het door de schoorsteen te gooien. Dag lieve Sinterklaas. Heel fijn dat u weer gekomen bent. Dag Sinterklaas. Zo. Ook weer gebeurd. Ook weer gebeurd. Dit was het voor vandaag. Morgen is het zondag en dan is er om 12 uur Buitenhof. Daarin de bestuursvoorzitter van Nuon, Top Zwelheim, over de liberalisering van de energiemarkt. Maar ook over de perikelen rond voetbalclub Vitesse. Verder discussiëren de Kamerleden Joop Wijn en Boris Dietrich over de vraag of de Belgische koning nou wel of niet een prijs aan Gerard Reve had moeten uitreiken. Morgen dus in Buitenhof. En overmorgen, dat is maandag, dan is Nova er weer. Goedenavond, prettig weekend verder.